Zoals u weet, gisteravond in Groningen waren we op een campagne. En eigenlijk aan het eind van het event ging ik nog even met wat mensen op selfie. En een van de mensen waar ik mee op selfie ging, die had een bierflesje in zijn hand en heeft mij daar twee keer mee geslagen. De eerste keer net boven mijn oog en de tweede keer achter op mijn hoofd. Gelukkig was ik vervolgens weer snel weg uit de situatie. Toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Daar kwamen we er gelukkig achter dat ik heel veel geluk heb gehad. Dat het bierflesje mijn meest kwetsbare delen heeft gemist. Dus als het een halve centimeter lager was geweest, dan was mijn oog ernstig aan toe geweest. Ernstig probleem daar gehad. Iets meer richting mijn slaap. En het had ook veel ernstiger hersenletsel kunnen opleveren. Ook hierachter is het net boven mijn fontanel. Net onder mijn fontanel. Dus het is niet het meest kwetsbare deel van het schedel geweest. Dus dat is allemaal eigenlijk heel fortuinlijk geweest. Heel gelukkig. Wel hebben we gisteravond helaas de campagne evenement in Zwolle moeten stoppen. Want ik was fysiek gewoon niet goed genoeg aan toe daarvoor. En we vonden ook qua veiligheid, we wilden eerst in kaart brengen, wat is nu de situatie? Is er misschien nog meer ook gepland of georganiseerd? Of wat zat er nog meer achter? Daar zijn we ook intensief met de diensten mee in gesprek geweest, sinds vanochtend eigenlijk. Ja, ik voel me gewoon goed genoeg om door te gaan. Ik zie het ook eigenlijk als een politieke aanslag op standpunten die wij naar voren brengen, die ik naar voren breng en daarmee... Zie ik het ook in het licht van de verkiezingsstrijd als iets waar wij moeten doorgaan met onze campagne.